Yo, kijkers van BornByGames, ik kijk naar een nieuwe video. Vandaag een review van de Glidecam. De Glidecam is een tool waarmee je als filmmaker super stabiele beelden kan krijgen door middel van de gimbal. De Glidecam zelf bestaat uit drie delen. Dit is de headplate. De headplate bevat een quick release plate, dat eigenlijk geen quick release plate is, maar die je er af kan halen door middel van de 4 schroefjes aan de zijkant. Het is de bedoeling dat je hier deze eraf haalt en hier je camera aan bevestigt. Het is niet heel snel, het is best wel een gedoe om eraf te halen en dan weer op te doen. Dus ik raad je zeer aan om een quick release systeem zelf te kopen. Dit is de onderkant, hier zitten je gewichten, je counterweights. Die zorgen ervoor dat jouw camera gewoon goed naar beneden blijft, zodat hij niet omvalt. Ik kan hem verschuiven, dus dat je een goed punt kan vinden waar jouw gewichten op kunnen zitten. Dit is de gimbal, dit zorgt ervoor waar je handvat, waar je vasthoudt, waardoor je super soepere beelden krijgt omdat de gimbal afzonderlijk beweegt van de Glidecam zelf. En nu even wat beelden om te laten zien wat voor coole shots je met de Glidecam kan krijgen. Op zich is de Glidecam een super goede tool om soepere beelden mee te krijgen. Het vergt in het begin veel oefeningen en veel proberen en dan weer opnieuw proberen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan is het echt een super tool om super soepere beelden mee te krijgen. En als je de goedkopere versie koopt, zoals de XR2000, of als je een hele dure versie koopt, bijvoorbeeld de Devin Graham series, dan zal je meer kwaliteit voor krijgen. Alleen, het maakt eigenlijk niet uit voor welke prijs je het koopt. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, te favorieten, te abonneren. Ons volg Twitter @BornByGaming. En dan zie je jullie de volgende keer weer. Later.